OLED is een verlichtingsbron die bestaat uit silicium. En het voordeel van silicium is dat je een klein stroompje erheen stuurt en het eigenlijk direct heel veel licht geeft. En het eigenlijk heel weinig warmte maakt. Terwijl een gloeidraad wordt heel erg warm, maakt heel veel warmte en maakt eigenlijk maar heel weinig licht. En wat het grote voordeel is van de LED-verlichting is dat waar je de ouderwetse oranje lampen niet het verschil ziet tussen een groen en een donkerblauwe auto, je dat met LED dus wel ziet. En wat eigenlijk een heel groot winstpunt is, is dat er is geen strooilicht. Als je dus naar de oranje lampen kijkt, die geven heel veel strooilicht. Dat is eigenlijk lichtvervuiling. Dat was die koffie. Dit is een toepassing van LED-verlichting bij de bagagebanden, waar passagiers hun koffer weer afnemen. En wat hier is toegepast is LED-verlichting als vervanger van TL-balken. En wat je hier ziet is dat hier sta ik onder, die brandt voluit. En die ernaast, daar sta ik dus niet onder, daar staat ook niemand onder en die brandt half. Ik kan het dynamisch dimmen laten zien door eronder door te lopen. En dan ziet de volgende TL-balk, die ziet mij op dit moment, gaat dan ook feller branden. En als ik verder doorloop, dan zie je dat de verlichting eigenlijk met mij meegaat. En dat, dat de verlichting feller wordt op het moment dat ik eronder ga staan. En op het moment dat ik dus hier weer de ruimte verlaat, duurt het 1-2 minuten en dan dimt de verlichting dus weer vanzelf. Maar zo bespaar je dus op de besparing van LED-verlichting ook nog extra doordat je de LED minder fel laat branden. We besparen op een jaarverbruik van de luchthaven 2%. We bewegen nu niet genoeg. En dan gaat het weer aan. Dat doen we niet alleen met verlichting, dat doen we ook met motoren, met allerlei energieverbruikende middelen. Door die zuiniger te maken, maar verlichting is wel een heel groot aandeel. Wat we verder nog gaan toepassen als het om LED gaat, is inderdaad de verlichting die op hogere afstanden dus zeg maar moet schijnen. Dus denk aan vliegtuigopstelplaatsen, dat zijn veel hogere masten dan parkeerplaatsen. Daar willen we pilots mee gaan doen, proeven mee gaan doen, maar dat is wel technologie. Daar is de leverancier nog mee aan het ontwikkelen en dat betekent dat wij een hele mooie locatie zijn om dat soort toepassingen uit te proberen.